Goed, dan gaan we verder met de proeftentamen. We zitten ondertussen bij opgave 10. C is een punt van het koord dat 18 centimeter van A ligt. Hier ligt A, dan ligt C dus ongeveer hier. Net iets meer dan een trilling verder. Oké, okay. Op een bepaald moment heeft A, sinds het begon met trillen, 4/5 trilling uitgevoerd. Dat is dus een fase, 4/5. Bereken de fase van punt C op dit moment. Nou, eens even kijken. Dit is 15 centimeter, dat is een hele trilling, dus de fase van... dit punt is 3/3. B ligt nog 3 centimeter verder. Kijk, 15 centimeter is een hele trilling. 3 centimeter is dus 3/15 deel daarvan. Dat is 1/5 deel. Dus er is nog 1/5 deel verschil. Dus de faseverschil tussen dit en dit punt is 1. En de faseverschil tussen dit en dit punt is 1/5. Dus het verschil tussen A en hier punt C is 1/1. A is begonnen met trillen als eerste punt. En alle punten daarna komen later. Zie je wel, B is helemaal nog niet begonnen. Dus er zit 1/5 faseverschil tussen A en C. En C heeft dus een lagere fase dan A, geen hogere. Dus moet je hem eraf halen. 3/4 min 1/1 is 3/3. Hier staat dat ook allemaal uitgewerkt. Zo 3,6 is hetzelfde. En dus 4,8 en min 1,2 is 3,6. Hoeft niet per se met breuken, of met gewone breuken, maar ook met decimale breuken. Oké, 4. Snijden met water. Als water in een dunne straal een grote snelheid heeft, kan men er hard materiaal mee snijden. Voordelen van snijden met water zijn een grote nauwkeurigheid en gave snijranden. In een cirkelcilinder bevindt zich water onder een zuiger. Oké, perslucht, water, hier zit de zuiger, hier in de uitgang. Zie je figuur 5, de figuur is niet op schaal. In die cilinder wordt de kracht van de zuiger op het water constant gehouden. Deze kracht op de zuiger verricht elke seconde een arbeid van 10 kilojoule, oftewel, dat is 10.000 joule. Ik bedoel 10 tot de 4 joule. En de wrijvingskrachten zijn de verwaardigd, de zwaartekracht ook. De oppervlakte van de doorsnee van de cilinder hier is 0,040 vierkante meter. Doordat de zuiger naar beneden beweegt, spuit het water met een snelheid van 850 meter per seconde uit de opening van de spuitmond. En het waterverbruik is 27 milliliter per seconde. Bereken dan het hoogteverschil van de zuiger per seconde. Oké, nou dat... is best wel lastig. Eerst maar eens even die 27 milliliter per seconde omrekenen naar SI-eenheden. Een milliliter is een duizendste liter, dus dat is 27 maal 1000ste liter per seconde. Een liter is een kubieke decimeter, dus 27 maal 1000ste kubieke decimeter. Als daar een kubieke meter van maakt, moet het nog eens een keer delen door 1000 worden. Dus het is 10 tot de min 6, dus 27 maal 10 tot de min 6e kubieke meter per seconde. Oké. Ik weet het aantal meter per seconde, die moet ik uitrekenen. Nou, als ik, moet ik dus het aantal meter per seconde moet ik dus delen door het oppervlak. Hè? Als ik het volume per seconde deel door het oppervlak, dan krijg ik, krijg ik de snelheid. Kijk maar, meter tot de derde gedeelde seconde gedeelde meter kwadraat is meter gedeelde seconde. Nou, precies, h is v gedeeld door a. En dit is eigenlijk h per seconde en dit is v per seconde eigenlijk. Maar goed. De hoogte is dus die 27 miljoenste kubieke meter per seconde, gedeeld door de oppervlak 0,040, dat staat daar. Geeft dus een snelheid van 6,8 maal 10 tot de min 4 meter per seconde. Dat is best wel weinig, de zakt is heel langzaam. Oké, okay. Bereken het rendement waarmee de arbeid wordt omgezet in bewegingsenergie van het water. Oké, de arbeid dat is 10 kilojoule, dat is dus die 100%. Oké, okay. Wat voor energie komt eruit? Bewegend water, dus bewegingsenergie, half een V². Oké, okay. Ik weet alleen de massa van het water niet, maar ik weet wel zijn volume en zijn dichtheid. Massa is volume maal dichtheid. Volume van water kun je opzoeken in de binnenste bel 11, 0,9982 maal 10 tot de derde kilogram per kubieke meter. Maal zijn volume in kubieke meter, dat hadden we net al uitgerekend, 27 maal 10 tot de min 6e, dat hadden we hier gedaan, zie je wel. Met elkaar vermijden volgens 26,95 maal 10 tot de min 3e kilogram water. Oké, dat is de massa dus. Oké, die gebruik ik om eens kinetische energie uit te rekenen met half een V², dus dat is een half maal die massa die ik net heb uitgerekend, maal de snelheid in het kwadraat, en die was 850. Die staat hier. Dus dan krijg ik een half maal 26,95 maal 10 tot de min 3e, net uitgerekend, maal 850 in het kwadraat, is 9,736 maal 10 tot de derde joule. En dat is, oké, daar moeten we het rendement dan van bepalen. Oké, nou hier gebeurt het dan, invullen. Je kan hier dus ook meteen deze waarde invullen. Hè.
deze 9,736 maal 10 tot de derde gedeeld door 10 maal 10 tot de derde maal 100% is 97% rendement. Oké. Okay. Dan opgave 5. De schuddynamo. Als dit heeft een magneet in een plastic buis gedaan, de uiteinden van de buis zijn dicht. Ik weet niet, is de buis waarschijnlijk. De buis bevindt zich in een spoel die is aangesloten op de computer. Oh, dit is de spoel. Hier zijn de twee aansluitraden. De computer staat daar. Via deze tussenschakel. Zie figuur 6. Als zij de buis omdraait, dan maakt de magneet een vrije val door de spoel. De computer meet de inductiespanning. Als gevolg, want de magneet passeert door de spoel heen, dan krijg je een inductiespanning. En de bijbehorende flux als functie van de tijd zie je de figuren 7 en 8. Hier heb je de inductiespoeling. Hier komt de magneet erin. En hier gaat hij weer uit. In dit stuk. Ja. En dit is de fluxverandering. Eerst neemt de flux toe. En daarna neemt de flux weer af. Ja, dit is bij binnenkomen en dit is bij uitgaan. Oké. Uit de grafiek van de inductiespanning blijkt dat de maximumspanning op T is 0,12 kleiner is dan de absolute waarde van de minimumspanning op T is 0,17 seconden. Leg uit met behulp van de fluxgrafiek waarom dat zo is. Nou, je kan zien dat de fluxtoename hier minder is dan de fluxtoename hier. Kijk, want hier is de grafiek minder steil. En dat komt omdat natuurlijk dat het een valbeweging is. Hier is de snelheid van de vallende magneet nog niet zo hoog. En gaat hij dus niet zo snel door de magneet heen bij het binnenkomen als bij het uitgaan. Want dan heeft hij wel een hogere snelheid. Dus is de fluxverandering al groter. Nou, eens kijken wat hier terug staat. De fluxgrafiek is op T is 0,12 minder steil dan op T is 0,17. Omdat bij T is 0,12 de snelheid kleiner is dan bij T is 0,17. Ja, inderdaad. Nou, precies wat hij zei. Door de magneet heen en weer te schudden wekt asterisk een wisselspanning op. Zie figuur 9. Oké, dit is de wisselspanning. Goed, oké. Om een regelmatig signaal te krijgen, schudt ze horizontaal. Bepalen zo nauwkeurig mogelijk de frequentie van de wisselspanning. Nou, eens even kijken. Dan kan ik liefst zoveel mogelijk tijd gebruiken. Dus eens kijken. 1 trilling, 2 trilling, 3 trilling, 4 trillingen. Als ik nou precies naar 4 trillingen kijk, dan is dat 2,8 milliseconden min 2,1 milliseconden. Dus is 0,7 seconden is dit. Voor 4 trillingen. Dus 4T is dus 0,70. En 1 trilling is dan een kwart ervan natuurlijk. Dus 0,70 gedeeld door 4 is 0,175 seconden. En de frequentie is dan 1 gedeeld door die waarde. Dus dat is 1 gedeeld door 0,175. Dus 5,7 hertz. Oké. Okay. Hier staat ook, ja, als je het bepaalt met minder dan 2 periodes, maximaal 2 punten. Dat is natuurlijk hoe meer periodes je gebruikt, hoe nauwkeuriger je bent. Oké. Okay. Op het internet vindt Astrid een site waar ze de zaklamp kan kopen die veel lijkt op haar schuddynamo. Zie figuur 10, dat is hem. Oké. Okay. De elektrische energie die tijdens het schudden opwekt wordt in de zaklamp opgeslagen in een condensator. De zaklamp heeft als lichtbron een ledje, waarvan de IU-karakteristiek in figuur 11 staat. Oké, okay, dit is de led, dit is de spoel, dit is de magneet. En als je schudt, dan gaat hij natuurlijk weer bewegen en dan krijg je spanning. Oké, okay. Als de zaklamp wordt aangezet, heeft de stroomsterkte door de led de eerste 5 seconden een constante waarde van 30 milliampère. Oké, okay. Bepaal met behulp van figuur 11 de hoeveelheid elektrische energie die de led in die tijd gebruikt heeft. Oké, okay, nou, 30 milliampère, dat is hier. Dan kan ik aflezen wat de spanning was. Dat is hier, dat is 3,6 volt. Oké, okay. Dan kan ik het vermogen uitrekenen. Vermogen is spanning maar stroomsterkte. 3,6 maar 0,030 ampère. Oké, okay. En als ik het vermogen heb, dan kan ik dat vermenigvuldigen met de tijd en dan krijg ik de energie. En die tijd is 5 seconden. Dus, oké, okay. De energie is het vermogen 3,6 maal 0,03. 0 maal de tijd. 5,0 is 0,54 joule elektrische energie. Je kan ook eerst dit even apart eerst uitrekenen. En als tussenantwoord opschrijven. En dan vermenigvuldigen het 5. Dat mag natuurlijk ook. Oké. Okay. Bepaal. Nee, je hebt al gedaan. Als dit stuit zo'nzelfde led aan op de spoel van haar eigen opstelling. De led geeft dan licht. Vervolgens vervangt ze de spoel door een spoel met veel minder windingen. De led geeft dan geen licht. Leg uit met behulp van figuur 11 waarom dat de led dan geen licht heeft.
Nou, je kan hier zien dat de led pas licht geeft als er minimaal 3 volt spanning overstapt. Dan pas gaat de stroom lopen, dus dan pas krijg je licht natuurlijk. Dus het zal zo zijn dat die spoel met minder windingen, die heeft ook een lagere spanning. Dus die zal blijkbaar onder de 3 volt zitten. Dan als ze de spoel vervangt door een spoel met minder windingen, dan komt, en ze gaat schudden, komt ze bij, niet boven die 3 volt uit. En dan kun je dus ook geen stroomstoot krijgen door het geheel. En dus heb je geen energie die door de schakeling loopt. Dus ook geen licht in het lampje. Oké, dat was het voor dit proeftentamen. Dank je voor het kijken en misschien kijk je nog eens een keertje naar een filmpje. Tot ziens!